Dit zou bekstagen zijn gebeurd, en dus niet direct toen hij het podium had verlaten, en dat is de oorzaak dat Joost is weggestuurd bij het festival. Althans, dat meldde ik in tegenstelling tot wat reeder werd beweerd, is de politie nog niet klaar met onderzoeken. De politieman Emmel zoon, het hoofd van het onderzoekstream, zegt: Wij hebben bewijs dat een man verdacht wordt van bedreiging in de memoir 1 tijdens de donderdagavond. Avrotrost kwam met een hele andere verklaring op de proppen. Zij stelden dat Joost een cameravrouw een aantal keer had verzocht om te stoppen met filmen. Daarna zou Joost alleen maar een dreigende beweging hebben gemaakt. Ook de blauwe vogel, Api Mussa, vertelde gisteren op TikTok dat er bijna niets was voorgevallen. Hij deed het voorkomen alsof de disqualificatie zomaar was verzonnen. Het verhaal gaat nog verder, want nu blijkt dat Joost zich kapotgeschrokken is van zijn eigen gedrag. Hij heeft na het incident meermaals zijn excuses aangeboden. Niet duidelijk is of deze excuses gericht waren aan de cameravrouw. Politieman Andersson zegt dat de kans op vervolging van Joost goed is, vanwege het overduidelijke bewijs. Sterker nog, de rechtszaak zal vanwege dit overduidelijke bewijs versneld worden. De cameravrouw in kwestie schijnt er compleet doorheen te zitten. Er is geen twijfel dat hij zeer agressief was, volgens meerdere getuigen ter plaatse. De vrouw is heel erg geschrokken dat wat Joost haar aangedaan zou hebben en krijgt inmiddels volop steun in Zweden. Inmiddels komt de Telegraaf ook met nieuws. De meest gelezen krant van ons land meldt dat de cameravrouw gewoon haar werk deed.